Heb ik niet goed gezien welke... Oké, dat... Ja, dat is de airdrop. Oké, hoe ga ik op dit huis komen? Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortal Speelt 7 Days to Die. Vandaag aflevering 12 en vandaag gaan we weer tegenaan. Ik ben, zoals je linksonder in beeld kan zien, ben ik... hier, zie je dat? Is mijn been gebroken, omdat het aan het einde van de vorige aflevering zijn we naar beneden gevallen. En je kan het hier zien. We zijn nog 3 game days... Is ons been gebroken. Echt super lang. Misschien kan ik het wel spalken. Ik weet alleen niet hoe dat heet. Iets van een stut of zo. Dit splint. Oh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. In ieder geval, vandaag gaan we het een beetje rustig aandoen. Of een beetje rustig aan. We gaan wat andere dingen doen. We kunnen nu niet verkennen. Is op zich niet heel erg. Want we hebben genoeg te doen in de basis. We kunnen bijvoorbeeld beginnen met het farmen. En daar ben ik eigenlijk hier een beetje aan het voorbereiden. Even dit. Kan ik dit aandoen? Your leg is splinted. Oké. En wat houdt dat in? Oké. Oh, dat valt eigenlijk best nog wel mee. Ik ga niet afwijken van mijn plan. Ik ben hier gewoon nog steeds van plan om hier een beetje op te gaan ruimen. En wat ik vooral eigenlijk aan het doen ben is al die grafstenen aan het weghalen. En dat doe ik eigenlijk omdat als ik gewoon zo kijk, dan zie ik van die donkere vlekken. En meestal zijn zombies donkere plekken. Vooral in dat groene landschap. De zombies zijn een beetje moeilijk te zien tussen de schaduw en zo en bij dat hekje. Maar als ik hier gewoon al die grafstenen heb weggehaald, dan zie ik veel beter als er zombies in de buurt zijn. Dus dat was ik eigenlijk van plan. En daarom ben ik het allemaal aan het weghalen. Stokjes, chill. En tegelijkertijd heb ik een hele hoop van die wooden spikes erbij gemaakt. Want volgens mij, kijk, hier is er nog eentje over. Volgens mij is dat omdat iemand hier tegenaan is gelopen. Dan dit weghalen. Dan zet ik hier even een nieuwe neer. Oh, dit duurt best lang, zeg. Oh, ik heb wel een fire axe bij me. Dat zou iets sneller moeten gaan. Kom op. Ja, chill. Kijk. En dan haal ik ook even het gras hier weg, zodat ik goed kan zien waar de spikes zijn weggehaald eigenlijk. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Verder moeten we vandaag eventjes wat tuingereedschap gaan bouwen. Ga weg. Yes. Dat helemaal nice wordt. En ik zal even kijken wat we allemaal kunnen gaan verbouwen. Want ik zat te denken, we kunnen in principe wel koffie gaan verbouwen. Katoen zouden we kunnen verbouwen. Ook al hebben we het niet echt super hard nodig. Oeh, airdrop. Dus even kijken of ik hem kan zien. Misschien hebben we... dat is wel heel verleidelijk. Weet je wat? We kunnen niet een dorp in. Want ja, daar zijn we gewoon te zwak voor. Maar een airdrop, daar bijt ik nog wel op. Dus ja, wederom, het plan voor vandaag is gewijzigd. We doen een airdrop ophalen. Ik hoop op wat pistool onderdelen. Oh, ik zie hem nu al niet meer. Dus ik hoop dat hij achter deze bomen tevoorschijn gaat komen. Ja, daar is hij. Oké, chill. Wat bewoog daar? Oh, zo'n konijntje. Oké, chill. Oh, je moet blijven zitten totdat... Zo, die schreeuwt hard, zeg. Je moet blijven zitten totdat de pijl is geraakt. Oké, nou de R erop is... In principe best wel dichtbij. Even kijken, tussen hier en... Oh, hij zal nog niet in het dorp zijn geland. Dat zou balen zijn. Oké, nou laten we het toch maar gewoon proberen. Oh, volgens mij is dat hem al? Dat zwarte randje. Het is moeilijk te zien, maar met een beetje mazzel. Hebben we eten bij ons? Nee. Laat ik even een beetje scavengen. Oh, wat is dit nou? Een pistolboek. Oh, dat is nice. Dat is eigenlijk wat ik hoopte dat in die airdrop zou zitten. Oh, hier staan allemaal zombies. Ik dacht dat een zombie was. Het lijkt superveel op een zombie. Dat is wel een zombie. Dat is makkelijk. Oké.
Dat is een varken. Ik hoop dat die airdrop net buiten het stadje ligt. Want het is, ja, de vorige aflevering met dat stadje. Oh, ik baalde daar zo van. Dat liep zo uit de hand. En ik heb er nog wat stukken uit moeten knippen. Maar dat was echt een hele hoop werk om dat goed te krijgen. Een hoop werk. Ja, gewoon. Er gebeurde gewoon niks. Er kwamen gewoon steeds meer zombies bij. En het werd alleen maar erger. Echt ongelooflijk. Is dat iets? Nee, dat is heel iets anders. Zoek naar een grote kist. Als ik misschien hier bovenop klim, dan kan ik meer zien. Dan kunnen ook meer mensen mij zien. Dat is in principe dan wel weer jammer. Mensen, zombies. Hij zou natuurlijk makkelijk achter een van die bomen kunnen zitten. Die kist waar we naar zoeken. Oh, dit is een nare zombie. Wacht. Yes! Awesome. Ik heb toch het gevoel dat hij hier al wel ergens zou moeten... Oh, is dat hem? Oh, dit is een andere kist. Oh, dit is een hond. Yes! Altijd goed in mijn hond. Nou, nu twijfel ik. Gewoon in en uit rennen, denk ik. Weet je wat, we proberen het. Laten we gewoon proberen te sneaken. Misschien moeten we nog iemand neerschieten. Oh, het is een gewone kist. Toch maar even kijken. Er zit niks in. Oh, dat is stom. Chill. We hebben alleen echt super honger. Maar ja, ik heb... Hoe laat is het? Het is... Oké, het is 1 uur 's nachts. Weet je wat? We gaan het eventjes hier ter plekke oplossen. Oh, daar is ook nog een zombie. Oh, dat was niet de bedoeling. Huh? Ik krijg sneak attack bonus op het schieten van een dood... hoe noem je dat? Hert. Is het een hert? Ja, dat is een hert toch? Of heet het anders? Ik ben in de war. Oké. Oeh, wat een hoop spullen. Crafting. Campfire. Craft. Komt er al een zombie aan? Niet dat ik zie. Oké, laten we ondertussen een beetje looten. En ja, waar zou dan die drop zijn? Ach. Laten we hier gewoon Vicky gaan stoken. Gooi dit. Oh, ik heb geen cooking pot natuurlijk. Is dat heel erg? Gooi dit hier. Hier. Oh, wacht. Je kan het met een stokje kun je het doen. Dit is alleen wel heel gevaarlijk wat ik nu aan het doen ben. Ik hoor wel een zombie. Zou het een... Oh, daar. Kom op. Ja, chill. Oké, we kunnen koken. Waar is dat eten? Hier. Nice. 2 minuten. Oké, dat kunnen we wel laaien. Gooi er gewoon extra veel planken op. Koken. Oké, dit gaat misschien wat zombies aantrekken, dus ik ga er niet naast staan. Oh, ik dacht heel even dat hier onder de boom dat pakket zou liggen voor ons. Ja. Wat is dat? Oh, dat is een afgebrand huis. Laten we nog even proberen om bovenop deze heuvel te klimmen. Want volgens mij hebben we net bovenop die gestaan. Misschien is het bovenop deze dat we een beter uitzicht hebben. Of een beter uitzicht dat we iets kunnen in ieder geval kunnen zien. Wat er achter deze heuvel zit. Oh. Iemand zit achter mij aan. Oké, eerst wegrennen, wegrennen. Schiet hem gewoon 2 keer. Oh, was dat mis? Meen je niet. Wat zit hierin? Bottled water en painkillers. Zo, de dingen die mensen toch verstoppen in holle boomstammen. Is toch altijd wel chill. Dat vind ik wel een beetje jammer eigenlijk. Als aan het spel. Dat gewoon
Je vindt best wel onwaarschijnlijke loot op onwaarschijnlijke plekken. Ik bedoel, wie gaat er nou... Ja, nou ja, oké, in een zombie-apocalypse. Weet je wat, we laten dit gewoon hier liggen. En als ze dan een keer in de buurt zijn, dan pikken we het wel weer op of zo. Ik heb niet echt superveel vlees nodig. Ik ga gewoon dit allemaal opeten. Of allemaal. We houden waarschijnlijk al een beetje over. Ik denk toch dat ik er voorbij ben gelopen. Ik denk toch dat we... Ik denk dat het buiten het dorpje is geland. Ja, of misschien is het net hier zo geland. We stonden ongeveer hier zo. En toen was het, zou het hier zo moeten zijn. Ja, we kunnen nog wel wat verder lopen. Weet je wat? Als we een beetje het dorpje mijden, dan zouden we best wel veilig moeten zijn. En we zijn ook niet super ver van huis. Het is nu 2:30 midden op de dag. Dus we kunnen nog wel ongeveer een half uurtje, uurtje makkelijk scouten. En daarna moeten we... Meen je niet? Is dat wat ik denk dat het is? Oh, ligt helemaal erboven. Oké. Dit hebben we de rest van de dag niet nodig. Dat ga ik niet meenemen. Dan gooi ik het vlees op de grond, omdat... you're not thirsty, echt wel. Check al mijn balkjes, dus alle balken zijn vol. Ik gooi het vlees op de grond, omdat het vlees heeft een geur. En de geur trekt zombies aan. En als we hierheen willen, dan moeten we toch wel sneaky zijn. Nou heb ik niet goed gezien welke... Oké, dat... Ja, dat is de R erop. Oké, hoe ga ik op dit huis komen? Ik zou natuurlijk kunnen jumpstacken. Maar dat heb ik eigenlijk niet geprobeerd. Deze ga ik waarschijnlijk nodig hebben. Ja. Ik heb... Ja, noemen ze dit spel, noemen ze het een nerdster, geloof ik. Zal ik het proberen? Awesome. Een nerdster, dus dat is gewoon dat je springt, een blokje onder je plaatst en weer springt. In Minecraft heet het natuurlijk jumpstacken, of zo noem ik het in Minecraft. Nou ja, weet je wat? Wat gebeurt als ik het hier neerzet? Ja. Hop. Hier. Oh, dat gaat best wel prima. Als het maar niet instort. En nou heb ik alleen even... Oh, oké. Your leg is broken. Alweer. Snel splint maken. Dus nu weet ik hoe het heet. Splint. Nou, dat ging niet goed. Ik dacht... Ik heb het wel in Minecraft gespeeld, want ik dacht... Oh, ik kan vast wel eventjes... met shift, zeg maar, dat je zo er niet afvalt. Maar dat bleek niet waar. Laten we het op de riskante manier oplossen. Nee, we moeten hier niet blijven. Want dit gaat zombies aantrekken. Hallo? Heb ik hem nou gekregen? Craft. Splint. Craft. Ja, oké. Dat, nu gaat het goed komen. We gaan buiten het dorpje gaan we even blok halen. Dat is het plan. Want als ik hier binnen het dorpje blijf staan, dan trek ik waarschijnlijk zombies aan. Ik hoor iemand fluisteren, maar dat is volgens mij bij de achtergrondgeluiden van het... Of is dat een airdrop? Zijn hier twee airdrops? Lijkt het maar zo. Oh, dit is die Hollow Tree Stump. Waarom craft hij dit ding nou niet? Heb ik niet genoeg stokjes? Nee, ik heb net mijn stokjes laten vallen op de grond bij dat vuur. Dat is het. Oké, geen probleem. Dan maak ik wel wat bij. En ondertussen even een boom kappen. En dan ga ik de... hoe noem je dat? Boomstammen ga ik gebruiken om te jumpstacken. En dan hoop ik dat ik... Hallo? Oh, dat maakt veel lawaai. Oké, ik heb maar 5 boomstammen gekregen. Dat is niet genoeg. Shit, wat is dat geluid? Ik hoor iets lopen en ik denk dat dat een hond is. Het klinkt snel. Maar ik hoor geen hondengeluiden. Komt het dichterbij? Ja, het komt uit die kant. Ho, ho, waar is hij? Ren. Oh, ik kan niet rennen. Oh, hier zijn al de zombies. Oké, oh, het zijn er best wel veel. Het is waarschijnlijk omdat ik dat dorpje ingegaan ben. Heb ik die splint bij me? Nee, waarom heb ik die splint nog niet gekregen? Jeetje. Oké. Gelukkig kan ik
Met mijn gebroken been nog steeds harder lopen dan zombies. Waarschijnlijk omdat zombies ook een gebroken been hebben. Oh, ik heb die stokjes niet gekregen. Oké, dit gaat nog goed. Oké, ik moet even wat spullen dumpen die ik echt niet nodig heb. Want het is echt heel vervelend. Oh, ik heb er hier één. Prima. Die daar, die daar, die daar. Oké, eventjes mijn been spalken. Prima. Heb ik blokken überhaupt? Nee. Ik zou wooden frames kunnen bouwen, maar ik heb een beetje het gevoel dat die gaan instorten. En ik heb het idee dat je bomen gewoon kan stapelen. Dus daarom kies ik voor bomen. Als ik dan zo'n beetje om die boom heen loop, dan kan ik bij wijze van spreken achter me kijken. Oké. Laten we nog één boom voor de zekerheid doen. Dan zouden we al genoeg moeten hebben. En dan gaat het wel, ja, dan wordt het wel krap, want het is in principe al. Het is nu 4 uur. Is krap, maar het kan. Er gaan waarschijnlijk wel wat zombies aangetrokken zijn tot de plek waar ik net gebouwd heb. Dus ik zag net een zombie hier zo naartoe lopen. Oh ja, hier. Is dat een crawler? Zie je, nou krijgen we hetzelfde als gisteren. Dat er gewoon alleen maar zombies op ons afkomen lopen. Hier is niemand? Oké. Oh, daar is een crawler zombie. Oké, ik ben undetected. Prima. Oké, we gaan nu erop af. Ja. Oké. Spring. We hebben nog niet helemaal over nagedacht hoe we naar beneden gaan komen. Supplies. Oké, dit hebben we niet nodig. Dit hebben we niet nodig. Want al deze spullen gaan op de grond vallen zodra ik hiermee klaar ben. Dus ik moet een beetje snel handelen. Oké, SMG receiver. MacDiver. Sniper barrel. Oeh, dit wordt goed, man. Sniper scope. En iron chest armor schematics. Die had ik volgens mij al. Maar dat is prima. En als ik nou nu... Ik kan 2 dingen doen. Kan ik hier het huis in? Ik denk dat dat de makkelijkste manier is om naar beneden te komen. Oké. Of is dit... keuzes. Weet je wat? Misschien kan ik via het raam. Oké. Nou, dat blijft ook zitten. En nou hoop ik dat hier niemand binnen is. Nou, dit is waarschijnlijk sneller kapot te maken. Nee, oké. Nou, dan niet. Duurt wel lang, zeg. Ik had toch verwacht dat mijn poppetje iets sterker zou zijn met het kapot maken van dingen. Oké, hier iemand? Nee, we gaan gewoon naar buiten. En dan gaan we er vandoor. En dan hebben we wel echt goed gewerkt. Ook al hebben we gewoon 0 spullen gedaan die we wilden doen. Oh, er zit deze deur op slot. Kom op deur, ga weg. Maar ja, we kunnen altijd nog een andere aflevering farmen. Oké, ren. We gaan naar huis. Wacht, ik heb hier wat voor. Ik heb speciale thee. Mijn stamina is nu op. En dan drink ik thee. Wam, vol stamina. Dit is super thee. En die thee maak je van de gele plantjes. De goldenrod, die heet het. En kan ik zo'n plantje misschien vinden ergens? Nu niet. Ze groeien wel in deze biome. Kijk, ik moet een waypoint. Ik moet naar huis. Oh, dat is die kant op. Oké. Ja, maar die... Hè? Heb ik het nou net niet gezien? Ik was er nou op zoek. Oh, hier ziet het heel donker uit. Kijk, zo ziet het er normaal uit. En dit is waar je die goede thee van maakt. Dat is echt super chill.
Ik wou dat ik er meer van had. Wat wel een beetje een nadeel is dat als je die thee hebt, dat je het niet kan drinken als je geen dorst meer hebt. Dus als je bijvoorbeeld aan het mijnen bent, dan raak je buiten aan, drink je wat thee. Dan heb je daarna geen dorst meer. Loop ik nog de goede kant op? Ja. Dan heb je geen dorst meer. En als je dan verder mijnt en je bent weer buiten adem, dan kun je niet meer drinken omdat je dan geen dorst hebt. Maar ja, misschien werkt het beter met koffie of zo. Of moet ik koffie en thee achter elkaar drinken? Klinkt als een slecht plan in het echte leven. Maar ja, dit is zombie-apocalypse. We moeten doen wat we moeten om te overleven. Oké, laten we eventjes hier de weg een beetje vrijmaken. Altijd goed om zombies in de buurt van je huis weg te halen. Of überhaupt, als je er de tijd voor hebt. Oh, ik heb wel een mooi overzicht hier zo. Dus ik heb het idee dat het helpt in dit spel. Dat je gewoon... Want zombies die maken natuurlijk geluid en die trekken andere zombies aan. Dat moet je niet hebben. Rest trophy. Nou, we zijn toch bijna thuis. Neem gewoon alles mee. Weet je wat? Ik ga geen katoen verbouwen. Daarvoor zijn er te veel katoenplanten hier zo. Ik kan ze gewoon oprapen. Ik geloof niet dat je die goldenrod kan verbouwen. Dus dat gaan we niet doen. Is het al? Oh nee, we hebben nog steeds echt vet veel pijlen. Dat is chill. En ja, oké. Dit is goed. Chill. Oké, we gaan even naar huis. En dan gaan we kijken wat we met die... Nee, weet je wat? Dat ga ik volgende aflevering doen. Laat ik deze alvast lezen, zodat ik hem niet kwijtraak. Wat voor recipe zou dit geven? Scrap boots. Oké. Nice, want volgens mij hebben we nu niet zo'n goede boots. Dit was het voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Volgende aflevering gaan we misschien wel farmen. Weet ik niet. Denk het. We gaan in ieder geval even kijken naar al die nieuwe recipes. Misschien kunnen we een sniper rifle maken. Dat zou ook wel awesome zijn. En hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!